In deze weken, waarin het niet mogelijk is om samen met een oeke uchikomi te maken, het vele herhalen van dezelfde beweging, is het wel mogelijk om zelf uchikomi te maken. En dat heet in het Japans Tandoku Renju. Oftewel, het trainen zonder oeke. Hiervoor kun je een stok gebruiken. Je gaat achter de stok staan, je pakt de stok met twee handen vast en dan gaan we heel rustig beginnen met de eerste worp. Heel simpel, een enkele voetveeg, oftewel de de-ashibara. Je stapt opzij en je veegt met je kleine teen aan de mat opzij. Terwijl je dat doet, haal je de stok een klein beetje naar je toe, maar in de andere richting als waar je voet naartoe veegt. De eerste paar keer doe je het rustig. Als je het een beetje door begint te krijgen, ga je langzaam het tempo opvoeren. Totdat je uiteindelijk op volle snelheid. Als je op volle snelheid bent, dan doe je het rechts en links nog 10 keer. En stop. Diezelfde beweging kun je ook maken met het vegen van beide benen, de Okuri Ashibara. En die maken we in een drie-stap. Je stapt een klein beetje rond, 1, bijstap en veeg. Je haalt weer de stok naar je toe. En dan doe je dat precies aan de andere kant ook. Zij vegen, zij stappen, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, veeg. 1, 2, veeg. 1, 2, veeg. Ook hierbij begin rustig. Als je eenmaal het ritme te pakken hebt, kan je vanzelf steeds een klein beetje sneller gaan. Ben je weer op volle snelheid, dan doe je het allebei de kanten nog 5 keer. Heb je dat nou gedaan? Kun je doorgaan naar bijvoorbeeld de Osotogari. Je pakt de stok weer met twee handen vast. Je stapt ernaast. In dit geval stapt Jeroen met zijn linkerbeen ernaast. Hij trekt naartoe. Klein beetje opzij. Zwaait zijn been hoog op. En zet de stok weer in terwijl hij toestapt. Of niet. Klein beetje afstand nemen. Goed en ver dat been uitstrekken. Zorg ervoor dat als je naar voren zwaait, je knie goed optrekt en naar achter maak je been lang. Je wisselt rechts en links om en om af. Ook hierbij eerst zorgen dat je de techniek goed beheerst en dan pas het tempo op te voeren. Ga niet te gehaastig werk, maar bouw het rustig op. Heb je het eenmaal door, dan doe je het in dit geval 5 keer op volle snelheid rechts en links. Goed zo. Nou, lekker hoor. En zo. Keurig. We gaan door. We gaan door naar Seonara. Jeroen, als jij een beetje dwars wil gaan staan, zodat ik goed kan kijken. Je hebt de stok met één hand vast. In dit geval links, alsof je de mouw vast hebt. Je rechterhand is los. Je stapt naar voren. Je stapt om en bij. En je maakt spierband. Zorg ervoor dat je niet te dicht bij de sok komt te staan. Maar dat je de sok een klein beetje schuin naar je toe moet brengen. Maak een klein beetje van meer ruimte. En hier, als je doet, eerst langzaam beginnen. Rustig opbouwen. Totdat je op volle snelheid bent. En dan doe je het nog 10 keer. Dit was 10 keer de ene kant. Nou, 10 keer de andere kant. Ook weer langzaam beginnen. Indraaien. Goed door je knieën zakken. Niet te dicht tegen de stok aan, maar dat die stok een klein beetje schuin staat.
pakt de stok met één hand vast. En dan gaan we overpakken. Want we gaan Utsumata maken. Je gaat omcirkelen hierop. Dus je stapt om. Daar. Terug. Instappen. Daar. Uitstrekken. Instappen. Goed te ver onder. Maak je lang. Strek jezelf uit. Strek jezelf uit. Eerst rustig weer opbouwen aan één kant. Ook weer langzaam tempo opvoeren als je de techniek goed beheerst. En dan doe je dat nog 5 keer. Op volle snelheid. Dan, als je de ene kant hebt gedaan, ga je de andere kant. Precies hetzelfde. Stap in, draai het om, uitstrekken. Iedereen heeft zo zijn voorkantkant. Dus het is helemaal niet erg om je eerst goed te concentreren op de techniek. Goed indraaien. Gewoon licht. Een klein beetje buiten adem is, dat is helemaal niet erg. Want het is best heel vermoeiend. Je moet je goed concentreren om dit goed te blijven doen. Maak je lang. Keurig. Goed zo. En dit kun je dan voor jezelf herhalen. Een aantal woorden gegeven. Heb je gedaan, kan je van vooraf aan weer beginnen. En dan maak je bijvoorbeeld voor jezelf een serie van steeds 5 keer rechts, 5 keer links. En dan doe je nog 2, 3 keer achter elkaar.